Dan de vijfde wedstrijd van uh, het speelweekend. Is Limax tegen Volcaza. Limax in hun eigen hal ook uh, lekker uitverkocht. Gaat uh, goed van start met een uh, mooie pipe van Thomas van Bladel. Ook deze aanval van Kia McNack op de rechterflank. Doet het uh, heel goed. En dan uh, krijgen we een mooie rally van uh, beide kanten. Mooi verdedigd door het Libro. Stijn Ruiter via de handen wordt goed verdedigd. En dan is het Thomas van Bladel die me via de handen slaat. En uh, zijn team Limax meteen op uh, setpoint brengt. De eerste is nog niet benut, maar de tweede wel weer Martijn Brillhuizen. Slaat hem prachtig door. En het wordt 25-19 in de eerste set. Tweede set ook weer gelijk op. Maar Limax wel aan kop 24-21 staat het op setpoint. En weer weet Limax het mooi af te maken op de buitenkant. Dan in de derde set, sterk geserveerd door Sil Ace die wegketst op 23-16. Daarmee matchpoint en een kans op 3-0 voor Limax. Die benutten ze ook meteen. Rommelige rally aan de kant van Focasa. Bal via de pipe. En wordt gescoord, wordt niet gecontroleerd in de verdediging. Gaat uit over de zijlijn. En dat betekent een 3-0 overwinning voor Limax.